Wil je duurzame vis kopen, dan moet je weten hoe en waar de vis gevangen is. En ook de precieze naam, want de ene zalm is de andere niet. Ja, visverkopers zijn verplicht om deze informatie aan de klant te geven. Maar in 99% van de gevallen gebeurt dat niet. In ieder geval niet in de viswinkels en de viskraam op de markt. Ja, Babs van der Staak van de Consumentenbond. Ja, dat is nogal wat. Dat van de 99% van alles wat jullie bezocht hebben, eigenlijk op de kaartjes ontbreekt waar de vis vandaan komt en hoe het is gevangen. Ja, in sommige gevallen ontbreken de kaartjes helemaal. Dat is eigenlijk bij 1 op de 3 van deze viszaken. Sommigen hebben alleen maar kaartjes bij een deel van het assortiment. En ruim de helft heeft dan wel overal kaartjes bij. Maar dan staat daar toch niet de goede informatie op, niet voldoende informatie. Want er zijn inderdaad, wat je zegt, 3 dingen nodig. Het herkomstgebied, de vangstmethode, dat is voor vis die in het wild gevangen wordt, of de kweekmethode. En de wetenschappelijke naam van de vis. Want nou ja, wat je al zegt, de ene zalm is de andere niet. Er zitten echt verschillen in. Dus die 3 dingen, die heb je echt nodig om te kunnen bepalen of iets duurzaam is of niet. En waarom staat het dan niet op die kaartjes, Babs? Nou, dat hebben we ook gevraagd aan de visverkopers. Soms zeggen ze van, nou ja, consumenten hebben helemaal geen behoefte aan die informatie. Terwijl ze toch ook aan de andere kant zeggen van, nou, we krijgen toch ook wel geregeld vragen daarover. Maar ze zeggen, die kaartjes die worden toch niet gelezen. Of het interesseert de klant niet. Nou, het is ook wel zo dat het bij consumenten minder leeft, die duurzaamheid van die vis, dan bijvoorbeeld bij vlees. Ja, je ziet dat consumenten er niet altijd over nadenken. We hebben daar ook een onderzoek over gedaan onder consumenten. Die zijn dan bijvoorbeeld meer bezig met de prijs van de vis. Of dat het vers is. Of ze gaan ervan uit bij zo'n viswinkel of zo'n viskraam. Dan zal het altijd wel duurzaam zijn. Maar ja, dat is dus niet het geval. Stel nou dat je het als klant wel wil weten en het staat niet op het kaartje en je vraagt het aan de vishandelaar. Weet hij het dan zelf ook wel? Nee, ook dat hebben we getest. Dus bij de viswinkels hebben we eerst, die we bezocht hebben, dus bijna 100, hebben we eerst gekeken van zijn die kaartjes er, staan die er? Dus met mystery shoppers hebben we dat gedaan. En vervolgens hebben we ook nog vragen gesteld. En dan blijkt toch dat je vaak foute informatie krijgt of weinig informatie. Dus ja, daar heb je dan ook niet voldoende aan. En er zijn wettelijke regels, die komen vanuit Europa. Die vishandelaars die moeten echt gewoon goed informeren, maar het is ook gewoon belangrijk, want ja, consumenten die kun je ook helpen met zich meer, die er meer bewust van te maken dat die duurzaamheid belangrijk is. En je ziet dat in de supermarkten heb je de keurmerken, de MSC en de ASC. Ja, dan kunnen consumenten al veel makkelijker kiezen. ASC is voor gekweekte vis en MSC voor wildgevangen vis. Nou ja, dan heb je gewoon meteen veel meer informatie. Bij die viswinkels is maar 3% die dit soort keurmerken heeft. En ja, die ze zeggen het is veel werk of de informatie wisselt steeds of het kost geld om die keurmerken af te nemen. Maar ja, als consument weet je gewoon niet waar je aan toe bent. En het is ja, eigenlijk een wisselwerking. Consumenten die kunnen er ook naar vragen, zodat de visverkopers zich daar ook meer in moeten verdiepen. Maar die visverkopers moeten ook gewoon beter informeren. Ja, maar nou zei je zelf al, klanten zijn vaak bezig met is de vis goedkoop, is die vers? We weten dus eigenlijk als consument vaak niet wat duurzaam is. Wat is nou een duurzame vis? Nou, er zijn wel schema's voor. Je hebt de viswijzer die je kunt raadplegen. Je hebt ook bij ons op de site heb je een overzicht van. Kijk, er zijn vissen die zijn eigenlijk altijd duurzaam. Er zijn vissen waarvan je kunt zeggen van, nou, die moet je eigenlijk altijd vermijden. En er zijn vissen die, ja, dat moet je echt eerst checken bij die vishandel. Van, nou ja, waar is die gevangen inderdaad? En hoe is die gevangen? Dus ja, bijvoorbeeld vis als haring of mosselen of schelvis, Hollandse garnalen, dat zit eigenlijk altijd goed. Dat is een duurzame keuze. Maar paling of blauwwindtonijn of zeebaars, die kun je beter altijd vermijden. En dan zijn er nog dingen zoals tonijn bijvoorbeeld of makreel. Ja, daar moet je echt verder in verdiepen. Maar het is niet zo makkelijk. Maar het maakt natuurlijk wel een stuk makkelijker als die visverkoper daar gewoon informatie over verstrekt, gevraagd of ongevraagd. Dus die moet wel op de hoogte zijn van wat hij verkoopt.
En natuurlijk, dat is misschien niet altijd even makkelijk, want het kan ook nog per levering verschillen. Hè? Dus de ene keer komt het uit het ene gebied en de andere keer uit het andere gebied. Maar dan moet hij er ook gewoon naar vragen bij zijn leverancier. En gelukkig vonden we toch één viskraam die het wel helemaal op orde had. Dus dit laat ook wel zien dat het wel mogelijk is. Dus hè, als je daar gewoon je best voor doet en je steekt er energie in, dan is dat ook wel de moeite waard. Want veel panelleden die wij bevraagd hebben, die zeggen ook van nou ja, als de verkoper ons erop zou wijzen, dan zouden we ook echt wel vaker duurzame vis kopen. Of als we beter weten wat het effect is van het kopen van niet duurzame vis. Dus ja, daar valt echt nog wel een wereld te winnen. En ja, er zijn echt best wel grote problemen in die visserij. Denk aan overbevissing, maar ook schade aan het milieu. Bijvoorbeeld door sleepnetten, bijvangst. Dus allerlei vis die meegaat in de netten en dat teruggegooid wordt. Maar een heel klein deel daarvan overleeft het. Vervuiling. Dus ja, er zijn echt wel grote problemen in de visserij. Ook bij kweekvis trouwens. Dus het is echt wel de moeite waard om voor duurzame vis te kiezen. Maar er is inderdaad wel minder bekend over dan bijvoorbeeld over de duurzaamheid van vlees. Nou, Babs, heel erg bedankt. We gaan even telefoontjes opnemen van boze urkervissers. Dankjewel. Nou. We weten in ieder geval waar we op moeten letten en dat we daar eigenlijk gewoon naar moeten vragen bij de viswinkel. Waar komt die vis vandaan en hoe duurzaam is die? Dankjewel, Babs van der Staak van de Consumentenbond. Oké, is goed. Doeg.